Rutger van Zuidam op de blockchain-conferentie on System Meet vandaag. Let the cat out of the bag. Wanneer is het blockchain-congres, Rutger? Ja, 20 juni bij KPMG op het hoofdkantoor. En het wordt geopend. Nee, en dat was mijn volgende vraag. Hey, iets wat ik niet mocht zeggen, maar je hebt net gehoord. Wie komt het Bitcoin-congres openen, Rutger? Het is niemand minder dan minister Dijsselbloem. Oké, meneer Dijsselbloem komt even open. We hebben Jan-Kees de Jager al gehad. Ja. Nu hebben we Jeroen Dijsselbloem. En die is door jou persoonlijk geïnformeerd over de blockchain en over de bitcoin. Wanneer was dat? Nou, ik sprak hem eerst op het VNO-NCW-gala in Noord-Nederland in Groningen. Daar kwamen we elkaar tegen, hebben we het kort gehad over de technologie. En vervolgens werd ik gebeld of de minister langs mocht komen op werkbezoek. En toen hebben we het ruim 3 kwartier kunnen hebben over wat de technologie eigenlijk inhoudt. En wat de kansen en de impact kunnen zijn voor het bedrijfsleven. Maar ook de interactie tussen overheidsinstellingen en de burgers. En het bedrijfsleven natuurlijk. Maar ook wat voor kansen het biedt voor Nederland als exportland. Bijvoorbeeld. Ja. Dan hadden we al Jan-Kees de Jager toen hij financieel minister van Financiën was. Toen was hij nog heel voorzichtig. Hè? Begon hij nog vooral uit te leggen dat Bitcoin geen geld was en zo. Maar nu gaat het vooral over de blockchain. Hoe enthousiast is hij en hoeveel begrijpt hij het? Nou, wat je vaak ziet als je blockchain en ook Bitcoin gewoon goed tussen de oren stopt, zullen we maar zeggen. Dat iemand een bepaalde twinkeling krijgt en zelf gaat nadenken, zelf eigenlijk gaat bouwen. Kan dit ook? En kan dat ook? En zouden we ook dit kunnen doen? Nou, dat gebeurde vrij snel. Ja, geweldig, hè? Dat is wel echt wel. En die man heeft natuurlijk een fantastische Europese leerschool gehad onder high pressure. Ja. Dus hij is nu inderdaad wel een goede expert qua geld. Hey, wat wordt het thema van de conferentie? De derde Bitcoin-conferentie, want we noemen dat nog steeds Bitcoin, hè? Ja, alleen het blockchain-component wordt wel veel sterker, omdat mensen eigenlijk veel meer van plan zijn met deze technologie dan financiële transacties. En ook omdat andere blockchain-technologieën zich wat sneller ontwikkelen dan Bitcoin. En alle redenen daar gelaten, dat maakt het interessant voor veel meer partijen dan alleen fintech. Ja. Blockchain is wel gewoon helemaal de focus. Ja. Bitcoin is gewoon een applicatie en blockchain is gewoon de basis waarop alles gebouwd wordt. Ja, maar het mooie van Bitcoin is nog steeds dat het een soort van zandbak is. Een wereldwijde zandbak waar iedereen in mag spelen en waar hele bijzondere dingen uit kunnen komen. Zoals een Bitcoin computer waar je in één keer tegen die blockchain kan aanprogrammeren. Nou, dat lukt nog geen enkele andere blockchain. Ik bedoel, wil je een betaling doen, dan is de Bitcoin blockchain de enige die je kan gebruiken. Dus vandaar is het ook zo belangrijk om niet te vergeten wat de legacy van Bitcoin is, om het zo maar te zeggen. En of die nog bestaat over een paar jaar, dat is ook heel spannende tijd voor de Bitcoin. Maar goed, de Bitcoin, dat weten we nog niet zo goed. Hij is weer goed op koers, zeg maar. Dus wat dat betreft gaat dat heel goed. Maar blockchain is wel gewoon waar we mee bezig zijn. Vorig jaar was iedereen plannen aan het maken. Wat is nu dit jaar het idee? Nou ja, kijk, die plannen, dat is allemaal mooi en aardig. Maar het gaat natuurlijk om, wat kun je daadwerkelijk realiseren? En daar willen we juist de voorbeelden van op het podium hebben. En er zijn banken bezig, er zijn startups bezig, er zijn overheidsinstellingen bezig. En ook bedrijven waarvan je het misschien helemaal niet zou verwachten. Dus echt concrete praktijk, in de praktijk werkende applicaties en situaties die we gaan krijgen. Oké, je hoort het, 20 juni bij KPMG in Amstelveen. Het bitcoincongres.nl geopend door Jeroen Dijsselbloem. Nou, we gaan er een mooi congres van maken. Dat lijkt me wel, ja. Wordt echt het beste congres ever. Kom allemaal!